Goedenavond, kijkers. Zoals u weet is afgelopen zaterdag onze oud-pastor Herman Jozef van den Broek overleden. Maar hij was niet alleen oud-pastor. Hij was ook een bijzondere oud-collega van ons hier bij MTV, uw lokale omroep. Samen met hem mochten we enkele jaren terug een bijzondere serie maken rond de zeven werken van barmhartigheid onder de titel Nu ik hier toch ben. Maar om deze bijzondere persoon die een bijzondere plek in ons dorp innam, maar ook in ons hart, kijken we even terug naar de documentaire, de prijswinnende documentaire, Een beeld van een herder uit 1998. Ik ben Herman genoemd naar mijn vader. Hij heette Herman ook en Jozef naar de Jozefmaand, denk ik, van maart. Maar Herman Jozef, dat is een bestaande heilige. En dus hield hij dus tuupvol bij de pastoor, hij heet Herman Jozef, daarmee uit. Later op de basisschool kwam de pastoor katechisme schrijven en de andere kinderen heetten gewoon Jantje en Pietje. En ik heette gewoon Herman, maar hij zei altijd Herman Jozef. Boven Leeuwen, in het land van Maas en Waal. Hier, op 27 maart 1933, wordt Herman Jozef geboren als jongste tellig van het gezin van den Broek. Wij hadden dus naast vader en moeder dus zes kinderen en daar was ik de jongste van, een nakomertje. Mijn jongste broer is 6 jaar ouder dan ik, dus ik kwam er nog een keertje achteraan. Als een verrassing misschien. Hij was jongste, ja. En ik was het oudste, dus ik moest hem weer, want mijn moeder was nogal ziekelijk en ik deed hem weer verzorgen. En hij wou ook liefst dat ik het aan mama deed. Ja. En toen had hij... toen hij naar school ging zo, ik had natuurlijk pips en zo. Ik had dikwijls zorgen. Ik dacht, oh, ik weet ook niet als jij maar lang blijft leven en zo. Had ik altijd een beetje zorgen over. En toen ik naar de lagere school ging, toen was die school dicht bij ons thuis. En toen kwam hij in het speelkwartier, stond er altijd een bekertje warme melk voor hem klaar. Op plaats dat ze speelden, mocht hij even naar huis om een beker melk te drinken. Want dat moest hij eigenlijk hebben, dachten wij. Was Herman Jozef het lieve, brave jongetje? Of? Hij was heel lief en heel braaf, ja. Maar nee, gewoon zoals alle andere kinderen. Ik herinner mij dus dat ik een vriendje had, die had een bakkerij. En daar gingen we in die bakkerij, mochten we zondags in de bakkerij spelen. Was lekker warm. En dat deden we meestal Monopoly. Nee, het was niet zo'n wilde braas hoor, helemaal niet. Nee, was heel braaf. Wat deden we allemaal? Toen ik zo rond de eerste communie, toen was ik heel erg gebiologeerd van de kapelaan die ons had voorbereid en die de mis deed. En dus speelde ik thuis ook na op zolder. Maar in de latere jeugdjaren is mijn jeugd eigenlijk een beetje erg bepaald door de oorlog. En toen ging ik heel veel soldaatjes spelen. Hè. Toen ging ik dat weer nadoen. Wat kinderen doen, die doen grote mensen na. Dus ik heb heel veel soldaatje gespeeld, een groot geweer gemaakt. Hij zat in de derde klas van de lagere school. Toen vroeg hij in Sinterklaas alleen maar priesterkleren. En ja, hoe komen we daar aan, hè? En ik kon een beetje naaien. Dus mijn moeder zei, doe jij dat maar eens maken, probeer dat maar eens te maken, hè? En ik had precies gekeken en ik een zuivertje gemaakt en een super plie en alle spulletjes gemaakt. En het werd Sinterklaas en zat in een doos en stond een beetje terug. En hij had daar van alles gekregen, net zoals wij allemaal. Maar hij had maar een lang gezicht. Nee. Het stond hem even allemaal niet aan. Hè. Tot eindelijk die doos kwam en dat was wat priesterkleren. En ja, toen, dat was alles. Dat moest hij hebben. In de Molenstraat in Boven Leeuwen speelt de vroegste jeugd van Herman Jozef zich af. Van zijn geboorte in 1933 tot 1940 woont hij hier op nummer 248. Ja, dat klopt. In dit huis zijn mijn ouders in 1922 neergestreken. Komen vanuit Hilversum zijn ze dit huis gaan betrekken dat vroeger een molenaarshuis is geweest. Dat je nog een beetje kunt zien boven aan die dichtgemetselde ramen. Die heeft een
molen langs gestaan. En daarvan heet deze straat ook de Molenstraat. En die molen is in de tijd afgebrand. En omdat de pastoor toen nog de wind kon verzetten, is de molen niet op het huis gestort. Maar de molen is verdwenen en het huis is toen aan de gemeente gekomen. En de gemeenteveldwachter die mocht hier gaan wonen. En zodoende heeft hier dus mijn wiegje gestaan. Vader van den Broek was veldwachter. We zien hier aan het huisje een heel speciaal grijs bijbouwtje. Dat was dan ook een heel speciaal gebouwtje. Ja, daar heb ik zo mijn eigen herinneringen aan. Dat was de gevangenis. Het was in die dagen natuurlijk zo dat een voorarrest zich afspeelde gewoon in het dorp zelf. Ze moesten hier daarvoor naar Arnhem en het openbaar vervoer dat was zomaar heel sporadisch. Er liep hier wel een tram een paar keer per dag van Zaltbommel naar Nijmegen. Maar de mensen die in voorarrest die kwamen bij ons in huis. Dat zeggen in het achterste stukje, dat was de gevangenis. En ik herinner me dan dat ik met vader af en toe eten mocht gaan brengen. Dus die mensen die aten dan mee van de pot die ons moeder klaar had gemaakt. En dan mocht ik mee. En het was een heel luguber gevangenisje hoor. Het was een hartstikke donker spinhuis. Ik kan me er iets bij voorstellen. U was toen nog heel erg jong. Had u geen schrik van die mensen die daar zaten? Nee, papa erbij. Hè? Nee, dan had ik nooit schrik. Als mijn vader erbij was, was ik nooit bang. Kon er niks gebeuren? Nee, er kon er niks gebeuren, nee. Ik had een van de flinkste vaders, vond ik zelf natuurlijk, vindt iedereen. Hè? Ja. Het mooiste was altijd als ik bij vader voor op de fiets mocht en ze een grote politiemantel om mij heen sloeg. Nou, dan kon ik heel de wereld aan. Hè? Ja. Ja, dat leuk. Klopt. Want u hebt daar gewoond. Precies, ja. Dat is het geboortehuis. Tot de 7 jaar gewoond op de plek die we zojuist gezien hebben. Toen een klein eindje verder de straat in en daar heeft eigenlijk het grootste deel van uw leven zich afgespeeld. Ja, hier heb ik zo mijn schooltijdsperiode doorgebracht. Dus ik was ook heel dicht bij de school. Ik hoefde hier zomaar schuin over te steken, was ik in de school. En nog dichter bij was de kerk. Hier hebben wij dus gewoond vanaf mijn 7e levensjaar totdat mijn vader vertrokken is hier uit het dorp in 1965 ongeveer. Dus is hier altijd eigenlijk mijn thuis gebleven. En recht tegenover de kerk, dus de link is makkelijk gelegd. De link die was heel makkelijk gelegd, ja. Dus de kerk en het huis was één verlengstuk. De pastoor en de kapelaan die liepen daar heel makkelijk in en uit, omdat we ook op allerlei mogelijke manieren op de kerk betrokken waren. Het paal als koor de Gent en iedereen was lid van het koor en ik zelf was missionaar. Dus als er gauw ergens een missionaar vandaan getoverd moest worden, dan kwamen ze hier maar gauw even bellen. En dan was het even oversteken en dan was je er. Op welk moment is er ergens bij u de gedachte opgekomen om voor het priesterschap te kiezen? Ik zou het niet weten. Ik zou het echt niet weten. Dus dat is zomaar gegroeid, denk ik. Ik weet het echt niet. Ik denk dat het al begonnen is op de leeftijd van heel jong. Van een jaar of 8, 9 werd ik missionair. En dat ik dacht, dat doe ik ook. Wat die kapelaan doet. Nee, dat we nou dachten, dat hij zal priester worden, dat weet ik niet. Mijn moeder had er wel veel gebeten dat hij goed op ze past. En ook wel toen dan voor de dag kwam dat je. Dat hij wel een seminarie wou. Ja, ja, kost natuurlijk veel, hè. Maar, wel, toen zei ze, dan hoop ik maar, als ik er naartoe ga, dat ik het ook voor me hou. En ja, toen dacht ik, nou, wat hij doet, dat wil ik ook. En daar is ze denk ik een beetje door gekomen, totdat de schoolmeester op een gegeven dag vroeg, wat willen jullie allemaal worden? En toen kwam hij dus ook bij mij terecht, wil jij worden? En toen zei ik dat ik priester wilde worden. Tot grote hilariteit van heel de klas en dat vond ik maar stom. Maar goed, maar dat had nog nooit iemand in bovenleven gezegd dat hij dat wilde worden. En ja, toen zei hij, weten jullie pa dat? Ja, wat doe je dan? Ja, ik denk het wel. Maar die schoolmeester dus, die is dus met onze pa gaan praten, was een neef van vader. En ja, en die is weer naar de pastoor gegaan en zo ben ik op een seminarie terechtgekomen. Eigenlijk zo'n beetje volautomatisch. Hoe was de reactie van uw ouders daarop? Uitstekend. Die vonden dat prachtig, denk ik. Ja, ik denk dat er als moeder stiekem om gebeden heeft. Dat is een periode geweest in uw leven waar u veel plezier aan hebt beleefd, geloof ik. Is niet? Nee, niet zo. Nee, ik vond het verschrikkelijk. Waarom? Ja, dat kost gewoon gedoe. Dat vond ik eigenlijk niks. Ik vond het heel ongezellig. 350 van die jong allemaal en niks anders. Je zag helemaal geen andere dan alleen maar jongens. Ik vind de samenleving die moet een beetje mannelijk en vrouwelijk zijn. Dat vind ik toch het gezelligste.
En het was soms een beetje te en streng. Alles was aan regels gebonden en ik vond het al niet. Ja, je mocht maar 1 keer in het trimester bezoek hebben en dan 3 keer per jaar naar huis, hè, met de grote vakanties. En hoe moeilijk gaat oudste zus Mine daarmee? Ja, vond het altijd fijn als hij thuis kwam en zo. Dat wel, ja. Ja, wij mochten maar 3 keer per jaar naar huis. Ook als jongetje van 13, je kwam in 1 september kwam je en 24 december mocht je voor het eerst naar huis. En dat was dus niet leuk, maar echt het heimwee waar sommigen echt om huilden en verdrietig en zo, nee, dat ken ik niet. Dus dat heb ik nou nog, waar ik ben, daar ben ik. Ik heb nooit aan hem gemerkt, die zeggen, oh, ik moet er weer gaan. Ja, natuurlijk, de vakantie was leuk thuis en zo. Ja. Mocht je alleen met mijn moeder naar een bedevaart. Dat is het enigste uitje. Want ze waren wel heel erg bezorgd om hem. En, maar we zeiden dan, het enigste uitje wat ik kreeg in de vakantie, dat was met een Kevelaar. Ja. In 1958 bent u priester gewijd. Waar en door wie? Ik ben in Den Bosch gewijd, in Sint-Jan, door monsieur Mutshaerts, die was toen residerend bisschop. En monsieur Beckers was toen al hullebisschop met recht van opvolging en die heeft de wijding ook meegedaan, met zijn tweetjes. Er moest zoveel wijding aan te pas komen, er moesten 2 bisschoppen voor. Ja. Nee, dus toch Mutshaerts eigenlijk. Ja. Ja. Bijgestaan door bisschop. Ja, dus dit met z'n tweeën, ja. Ja. Wat heeft het meeste indruk gemaakt tijdens die wijding? Kunt u dat aangeven? Ja, dus het is 40 jaar geleden, hè. Maar ik denk... Nou, je hebt een gouden geheugen. Ja, nou, ik denk de litanie van alle heiligen. Dat klinkt misschien een beetje raar. Maar de priesterwijding die begon altijd dat je dus languit op de grond ging liggen en dan zo heel die kerk de litanie van alle heiligen. En dat vond ik toch wel heel erg indrukwekkend. Het was net zo of alle gebeden van al die mensen over jou heen kwamen zo, als je daar zo plat op de grond ligt. Dat herinner ik me nog wel, ja. Jawel, de eerste zegen van hem kreeg, dat je moest knielen op de straat of buiten bij de Sint-Jan. Jawel, dat was toch wel, dat deed je wel iets hoor. Jawel, dat was wel fijn. Toen is op enig moment natuurlijk gekomen de eerste heilige mis in uw geboorteplaats, ja. Boven Leeuwen. Ja. Heeft dat nou bijzonder indruk gemaakt? Ja. Buiten de trots die vader waarschijnlijk had, want moeder was er ondertussen niet meer. Moeder die was al overleden in mijn studententijd. Die is in 1954 verongelukt en dus die was er niet meer. Maar in 1958, ja, pa die was, die pa en ik, daar was toch 2 handen op 1 buik. Maar dat is ook heel gewoon heel goed, maar dat zal ook wel komen, de jongste natuurlijk, en ik heette naar hem en zo. Maar die was daar heel blij mee, ja. En die heeft er ook van alles voor moeten doen. Want ja, het was toch een beetje de trots van pa om bijvoorbeeld heel die studie zelf te betalen. Hè? En ik weet niet of je weet wat politieagenten verdienen, maar dat is niet alles. Dus hij moest er nog wat bij doen, maar hij was al gepensioneerd. En dus die heeft... nog een, met zijn 60 jaar een nieuwe baan aanvaardt, gewoon om mijn situatie nog te kunnen betalen. Maar dan was je dus des te meer voldaan natuurlijk dat hij er ook een groot feest van kon maken en zo. Ja, nee, die had de krullen wel in de neus, ja. In de Willy Broderskerk in zijn geboorteplaats verhaalt Herman Jozef over zijn eerste heilige mis en de grootste intocht die hem ten beurt viel. Op de dag van de priesterwijding ging je 's avonds weer gewoon terug naar het seminarium. En dan had je dan Sanderendaags een eerste misviering. En dan 14 dagen later dan mocht je dan in de parochie van je herkomst de mis doen, te midden van je mede-parochiaan. Dat ging zo in zijn werk dat je avond tevoren werd je dan afgehaald aan de grens van het dorp, waar dus het bordje boven Leeuwen staat, daar werd ik dan afgehaald met heel, alles wat er maar zich in zo'n dorp afspeelde aan bruidjes en ruiterij en harmonie en van alles en nog wat. Kwam er allemaal aan te pas en was dan een hele stoet hier naar de kerk. En was hier op zaterdagavond was er dan een lof hier in de kerk.
ken je dat nog? Ja. En de volgende ochtend werd je dan van huis afgehaald hier tegenover. En ook weer met van alles en nog wat zich aandiende in zo'n dorp. En dan, ja, dan deed je dan de eerste mis. En daarna was er dan een feest voor de mensen, was er een receptie. En dat speelde zich af in de school hier tegenover, want er was hier geen draaiboompje of er was hier geen boogaard. En dus op de school was legerruimte om het feest te kunnen vieren. Dat is een merkwaardig gebeuren, maar dat was zo. Wat deed het u zelf, die eerste mis? Een bepaalde trots toch wel? Nou ja, trots, daar geloof ik niet zozeer, maar een beetje zo van, het zit erop. Ik heb dus altijd een beetje aangehikt tegen die 12 jaar seminarie. En zei, ziezo, dat is dan gebeurd en dan kunnen we aan de gang. Dus het doel was een beetje bereikt, zo van het idee zo van, het was iemand zijn eindexamen haalt, zal ik maar zeggen. Zo dat gevoel, ziezo, dat zit erop, die studie, en dan kan ik aan de gang. En dus dat gevoel had ik meer zo van, na voldane arbeid, dus bereikt hebben wat je wilde. Ja, dus die arbeid dan, de studie die je dan had moeten maken. En nou ja, dan was je dus gewoon echt wel blij, het zit erop. Na zijn wijding in 1958 werd Herman Jozef benoemd tot kapelaan in Ooi Persingen. En daarna, vanaf 1960, in Tilburg. In 1973 kwam Moergestel in beeld. Kende u Moergestel toen al? Helemaal niet. Alleen maar een beetje van het doorheen fietsen. En van heel vroeger. Want vanuit de seminarie ben ik een paar keer in Moergestel geweest toen Schrouwe hier kapelaan was. Dat was een goede kameraad van mij, op het seminarie al. En zijn we uit het seminarie stiekem op een fiets hier een keer eens kijken. En toen dacht ik, als hij nou daar een jaar of vier blijft, dan kan ik daarna hem opvolgen als kapelaan. Maar goed, naar de rand is Moergestel helemaal uit mijn gedachten verdwenen. Maar het lag lekker in de buurt van Tilburg en ik was er al fietsen, dus doorgekomen, dat lijkt me wel wat. En een beetje een niet al te klein dorp, want dat zou ik niet gewild hebben. Het moet een beetje een royaal dorp zijn. Nou, ik vond het prima, dus dacht, nou gaan we dat maar eens proberen voor enkele jaren. Maar het is een beetje uit de hand gelopen. In de positieve zin van het woord. Ja. Toch wel in de positieve zin van het woord, hè? Want anders blijft u hier geen 25 jaar. Nee, als je het helemaal niet bevalt, dan blijf je natuurlijk niet. Nee. Via wie is die benoeming toen gegaan? Was dat toen nog Monsieur Beggers of? Nee, die was al overleden. Bluizen, Monsieur Bluizen. Die heeft ook een heel speciale betekenis in uw leven als, zeg, mag ik zeggen, persoonlijke vriend? Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Ik heb hem... Ja, precies, weet ik het niet. Maar ik heb hem natuurlijk vooral leren kennen vanuit mijn bisschop zijn. Hij is een stuk jonger dan ik. Dus hij is priester gewijd. Ik denk, 8 jaar nadat ik het ben. En dat betekent dus dat we elkaar niet meer in de studieperiode hebben leren kennen. Dus ik heb hem pas later leren kennen. En ik dacht dat vooral gegroeid is, sterker geworden is, dat we elkaar kennen in de tijd dat ik hulpbisschop werd en later opvolger van Monsieur Beckers. U bent in de loop van de jaren, en ik denk dat ik dat niet te veel zeg, een persoonlijke vriend van hem geworden, of andersom misschien, of van beide kanten. Ja, van beide kanten. Dat is met name is dat gegroeid sinds we met een groter gezelschap van ongeveer 50 mensen samen in Israël zijn geweest. En dan krijg je, als je met zo'n 40 mensen zo'n reis maakt, dan krijg je toch zo'n 's avonds clubvorming. En daar ontstond er zeker de clubvorming zo, dat we samen een glaasje drinken, dronken aan de bar en zo. En Monsieur Bluis en ik nog eens een keertje zo bij elkaar. En die club bestaat tot op de dag van vandaag. Vindt u dat hij makkelijk omgegaan is met veranderingen, of liever gezegd vernieuwingen in de huidige katholieke kerk? Ja, ik dacht. Makkelijk heeft aangepakt. Ik dacht van wel. Ik dacht van wel dat hij met veel overtuiging ook echt gezocht heeft naar de beste methodes en de beste vormen van vernieuwing. Steeds op zoek is geweest naar, ja, wat
kan ik doen om te zorgen dat mensen de kerk zo goed mogelijk herkennen als iets van zichzelf ook. Zodat ze niet hoeven te vervreemden van het hele kerkelijke bedrijf. En ik kan me met name herinneren dat hij in zijn eerste periode, in de 70e jaren, eerste periode in Moergestelman, dat hij zeer erop uit was om met name door frequent contact met de parochianen en door een goede opzet van catechese te zorgen dat de mensen mee konden gaan in de vernieuwing, in de veranderingen, te midden waarvan ze moesten leven. Hoe was uw eerste ontmoeting met Moergestel, uw eerste kennismaking? Oh, dat was heel leuk. Ik had dus opgebeld naar Piet Berkers, die hier kapelaan was, dat er de mogelijkheid in zat dat ik pastoor zou kunnen worden in Moergestel, indien, want het democratische tijdperk was al een beetje aangebroken, het kerkbestuur en de parochieraad daarmee akkoord zouden gaan. Dus het was een voorstel gedaan door de bisdom dat ik eventueel dus hier pastoor zou kunnen worden. En toen ben ik die avond komen kennismaken, dus Piet heeft de hele zaken bij elkaar getrommeld. En we zaten dan hier op de pastorie en daar kwam hij dan aan. En ik weet wel dat de zaak stilviel toen ik binnenkwam, zo van, oh gut, is hij dat nou? Hè? En ja, misschien hebben sommige mensen wel gedacht, van jong manneke. Want ik was toen nog geen 40 en vroeger waren de pastoors al een beetje ouder, maar toen begon het zo dat ze wat jonger waren. En ja, ze waren een beetje verbaasd en zo. En niet zo'n representatieve figuur, zo, maar zo'n een van een statige vent of zo. Ja. Ik kwam op de fiets, dat was ook al zo wat. En ja, maar de mensen keken me wel allemaal heel vriendelijk aan. Ik zeg, nou, vraag maar, probeer er maar achter te komen. En ik weet nog, de allereerste vraag die werd gesteld is, kun je zingen? Ik zeg, ja, daarvoor word ik geen pastoor. Ik zeg, ik kan wel een beetje zingen, maar je moet me niet voor een koor gaan zetten. Maar daar kom ik niet voor. Ik kom niet voor koordirigent, ik kom voor pastoor. Maar wij zo kwam het gesprek op gang. En ineens vroeg er iemand, en wanneer wilde geïnstalleerd worden? En ik zeg, zijn we er dan over eens dan? Ja, we zijn het erover eens. Ik zeg, nou ja, nou goed, dan bel de bisdom maar op. Jos van de Wiel is waarschijnlijk de enige koster in Moergestel geweest die 3 pastoors heeft gediend. Hij begon bij pastoor Van den Boogaard, later pastoor Muskens en in 1974 werd hij de eerste koster onder pastoor Van den Broek. Kun jij in grote lijnen het verschil aangeven tussen hoe de pastoor Van den Boogaard was en pastoor Van den Broek, die in overgang? Ja, was toch nog wel een grote overgang. Ja, maar dingen zoals andere oude pastoor en ja, iets meer Brabander, dacht ik hoor. Ja. Deze is pastoor, doe je bij zo, maar het is hier een echte Brabander hoor. Nee, maar Van den Boogaard die was hier ook al zo lang. En Van den Broek die kwam hier nieuw binnen. Ja, deze ook wel. Hoe heb je dat in de loop van de jaren ervaren? Hoe was jullie. Had hij andere opvattingen of had hij andere ideeën over bepaalde? Ja, hij was eigenlijk een beetje meer voor vernieuwing, dacht ik wel. Hè? Ja. Ja. Van den Boogaard er nog eentje was van de oude stempel. Ja, ook niet allemaal van de oude stempel hoor, want hij had toch ook wel een beetje nieuwe ideeën. Maar ja, hij was toch wel net als overal. De tijd hier vooruit. En hij was weer van de jongere lichting. Hè. Ja. Hij was toch wel weer iets anders. Hè. 18 jaar lang is zuster Joke Verhoeven huishoudster bij Herman Jozef. 80 jaar oud en genietend van een welverdiende rust in Tilburg, denkt ze terug aan vroeger. Ik ben in juli op de pastorie gekomen. Ik kon totaal niks, ik kon niet koken, ik kon geen boodschappen doen. Ik kende geen huishouden. Werken en poetsen, dat kon ik wel. En voor de bloemen zorgen en zo. En ja, mensen bedienen, dat deden we hier ook wel eens helpen in de spreekkamers en zo. Dus dat ging nogal. Nou, en van lieverlee ben ik er toen zo ingerold. En ik vond het ontzettend leuk, hè. Ik zou er wel mijn hele leven hebben willen blijven. En als er bijvoorbeeld iets was, hij had dan eens in het jaar, had hij dan dat hij al die oude pastoors uitnodigde.
En ja, er was er een groot diner en alles bij. En dat kende ik niet. En ik kwam Bets Verkrieken. En die ging nooit graag naar die mensen toe. Dus ik moest allemaal opdienen en alles binnenbrengen. En Bets zorgde in de keuken dat alles klaar stond. Hè. Dat was een schat, Bets. Iemand die dagelijks in de nabijheid van Herman Jozef vertoeft, is Betsy van Krieken. Zij zorgt onder andere voor de boodschappen en ook het dagelijkse middagmaal. Samen met Leen van Herk is zij de onmisbare hulp in huis. Ik kook om 9:50 koken naartoe tot 1:00 of 2:00. En dan zorg ik dan voor zijn eten en zijn drinken. Ja. En zijn boodschappen die hij hebben moet. En het werk doe Leen dan, hè? Leen van Herk. Nou, dat gaat perfect hoor. Dat gaat boodschappen doe je ook voor hem? Alles. En ja. Koken? Ook. En dan eten we, dan eet ik er gewoon mee, we eten samen. Ja. Kijk, dan hoef ik thuis ook niet meer te koken. Nee, eigenlijk niet. Ik ga dan in één keer deuren. Maar dat gaat perfect, want het is een gemakkelijke mens. Ja. Alles, hij vindt alles goed. Als jarenlange buren mochten Jan en Nel Bertus natuurlijk ook niet ontbreken in dit portret. Ze bewaren fijne herinneringen aan buurman Herman Jozef, met wie ze op een wel zeer bijzondere wijze kennis maakten. Kijk, onze kinderen waren namelijk nog klein en ze zijn namelijk sportief aangelegd en er werd gevoetbald. Op een gegeven moment komt de pistool uit de achterdeur en boem, krijgt meteen een bal tegen zijn hoofd. Ja. En hij knipt een keer met zijn oor en brilwiel nog af. En dan meteen, oh meneer pistool, let erop, want wij zijn verzekerd hoor. Ja. Oh, gelukkig maar zit. Ja, ja. En dat was feitelijk de eerste kennismaking. Ja. Dus je trok het lot wij heel erg aan. Hè? Ja, ja, ik dacht, wat om, we kunnen, hij woonde er nog niet, want hij ging s'avonds de gordijnen, of de rolluiken waren toen dicht. Ja. En s'morgens gingen ze weer op, want ze waren nog niet verhuisd toen. En dan bam, dat was een pauw natuurlijk, hè. Echt zo'n voetballer, daar ging de bal. Terugkijkend op 25 jaar Moergestel, zijn er dan bepaalde hoogtepunten, bepaalde dingen die er echt uitspringen? Ja, dan moet ik even denken, want er gebeurt in 25 jaar natuurlijk van alles. Hoogtepunten, ik noem maar een paar, het Zilveren Feest was een hoogtepunt in de tijd. Maar ik vind ook zo het gereed komen van het parochiecentrum als een centrale plek van samenkomen van parochianen. Natuurlijk is de kerk heel belangrijk, maar ik vind dat gebouwtje, dat daar mensen elkaar ontmoeten, daar elkaar bevestigen in hun geloof, dat ze daar repeteren voor de liturgie, dat ze daar met elkaar optrekken en elkaar bemoedigen en dat daar allerlei zaken zich afspelen ten bate van het parochie. Ja, dat vind ik eigenlijk ik ben een beetje trots op dat parochiecentrum. En dat die trots is me ook een beetje aangepraat. Want als mensen van buiten komen en ze komen hier en ze zeggen, wat hebben jullie hier nou? Laatst kwam dus hier, omdat hij ook een beetje tot mijn kennis kreeg, voor de vroegere vicaris-generaal van Laarhoven. En zei, dit staat in het hele bisdom niet. En dan denk je, goed, dat is toch wel leuk, hè, als je dan waar zo iemand dat hoort. Maar ik vind het vooral de ontmoetingsplek daar. Dat vind ik heel fijn. Dus dat vind ik echt een hoogtepunt dat we dat hebben mogen realiseren. Het is ook een beetje geluk dat we het financieel dan ook konden doen. Want ja, als er geen enkel centje is, dan kun je dat ook niet. Dan kun je het nog zo graag willen. Maar... En dus dat vind ik, ja, zo'n paar van die dingetjes zo die ik echt wel geweldig vind. Maar ja, dan denk ik ook als hoogtepunten de priesterwijde van Theo Raarmakers en van Rienes Hart en zo. Dat zijn allemaal van die dingen. Ik zeg, hé, dat zijn mooie dingen die dus hier in ons dorp mochten gebeuren. Wat voor invloed heeft Herman Jozef van den Broek gehad op jouw uiteindelijke beslissing om te kiezen voor priesterschap? Nou, als een voorbeeld en zo'n plezier van werken. Het is geen benauwde pastor. Hè? Het is ook geen pastor die met regels en wetten aankomt en zo. Maar die gaat kijken naar wat de persoon te bieden heeft en hoe kan hij daar pastoraal op inspelen. Dus ja, hij liet mij een vak zien wat buitengewoon plezierig is en wat heel goed kan en wat heel vrolijk uitgedragen kan worden. Wat met veel plezier uitgedragen kan worden. Ja, en dat beïnvloedt je op een of andere manier toch. En zijn manier van denken, zijn spiritualiteit die hij had. Ja, dat alles bij elkaar, zoals hij als persoon is. Ja. En dat speelt mee. En dat had hij blijkbaar ook uitgestraald in de parochie. Dus een parochie gaat ook reageren op jou. Dus ja, dat groeit met elkaar op. Je had natuurlijk op het seminarie een beeld zo, dat je dan voor jezelf schetst. Hè, van
wie zal ik kunnen zijn als priester? Zal dat iets worden? Zo. En je ziet ook voorbeelden en zo. En ja, en dan denk ik dus dat het voor mij gegeven heeft wat ik ervan hoopte. Het heeft mij dus een levensinvulling gegeven die mij gelukkig heeft gemaakt. En daartoe zijn we ook op aarde, hè, om gelukkig te zijn. En ik zie er ook niet uit, geloof ik, als een diep treurig mens die ongelukkig door het leven loopt. Dus nee, ik ben een gelukkige mens omwille van mijn leven als priester. En dus het heeft voor mij gegeven wat ik ervan verwacht had. Ik heb mogen doen datgene dat ik ervan verwachtte. Dus het is ook een beetje een gok als je eraan begint. En dan krijg je contact met mensen, loopt het. Kunnen mensen met jou overweg en zo? Want dat is natuurlijk altijd maar een beetje de vraag. En ik geloof dat dat een beetje gegaan is. En ik heb heel veel contacten en heel veel hartelijkheid ook van mensen om me heen. En verbondenheid met allerlei mensen. Nee, ik vind het heel fijn om priester te zijn. In ieder geval, wij gunnen hem een heel fijne dag. En we wensen hem proficiat. Met zijn jubilea. Namens en verder vrij, hopen wij ook nog dat hij nog heel lang in de gast mag blijven. En ja, ons komen ook wel eens geruchten dat hij binnenkort afscheid wil nemen. Of misschien volgend jaar. En dat hij dan nog 5 jaar iets anders gaat doen en dan echt een emiraat. Maar ik weet niet wat daarvan aan is. Maar ik denk als je dit gesprek hoort, dan. Ik vind dat je het verdient, hè? Dat je ook eens iets waar doen wat hij zelf heel graag doet. Ja, wij stonden op een broek heel veel geluk hebben. Nog een lang leven en nog een lang hier in Gijsloop. Want dat hebben we tenminste nog één. En die is toch ook heel goed gezien en alles ook. Hij is fysieker en zo is toch heel goed. En bejaarder ook en alles. Zijn dat hij goed gezond moet blijven. En dat hij nog genieten maakt van zijn vrije dagen die hij dan mag en krijgt. Al heet je weinig. Al heet je er weinig, maar er komt ook een tijd dat het is te hopen. Ja. Ja. Herman, ik vind het zo leuk dat ik nou echt persoonlijk jou nog iets kan zeggen. Ik heb 20 jaren een pracht van een leven gehad. En ik ben er zo dankbaar voor. Ik weet eigenlijk uit dankbaarheid niet wat ik voor je moet doen. En ik hoop toch dat ik nog echt lang van je mag genieten. En dat het met jou ook heel goed mag gaan. Heel hartelijk dank voor alles wat je voor mij gedaan hebt. Ik ben een volwassen mens geworden. Ik hoop dat Herman nog een hele goede tijd in Moergestel maakt. Nou, laat ik er iets bij vertellen. Dat wil ik hem toch wel teruggeven. Toen ik pas in Moergestel was, toen zei je tegen me. Toen was er ergens iemand 25 jaar pastoor van een dorp of van een plaats. En toen zei hij tegen mij. Het is niet goed dat iemand 25 jaar pastoor is op dezelfde plaats. Dat is niet goed voor de parochie en het is niet goed voor de persoon. En dat ben ik hem altijd heb ik bij me gedragen, want ik dacht, dan moet ik hem toch een keertje teruggeven dan het is. Nou is hij dat in Moergestel en ik gun het Moergestel van harte. Want ja, de toestand in de kerk is ook veranderd, dus je weet ook niet wat ze terugkrijgen. En Moergestel weet wat ze aan Herman hebben. En hij is 65 geworden, dus ik hoop dat hij nog zin houdt in zijn werk zoals hij het nu doet. Maar ik hoop ook dat als hij bij zichzelf denkt, en nou wil ik ook eens van mijn jaren genieten door het een en ander los te laten, dan hoop ik dat hij nog hele goede jaren daarna ook heeft, buiten Moergestel om. Ik wil Herman jou heel graag toewensen dat je zo gezond blijft. Als je nou bent en ook zo vitaal en zo bezield, zo enthousiast en zo begaan met alles wat er zich ontwikkelt, dat het zo mag doorgaan. En ik denk dat zowel je liefde voor de mensen en de inzet voor de Moergestelse bevolking, als ook je eigen geloof, waardoor je geleid en gestimuleerd wordt, zullen helpen om op dezelfde wijze door te kunnen blijven gaan. Maar dan moet je natuurlijk wel proberen gezond te blijven leven. Je niet door de haast van de tijd te laten opjagen. En in ieder geval zo evenwichtig en zo
Zo, het woord rustig is hier niet op zijn plaats, want dat past eigenlijk niet bij deze persoon. Maar toch zo evenwichtig mogelijk je weg te vinden door de parochie van Moergestel en alle andere bezigheden die je ook nog hebt. Herman, ik wens je nog heel veel fijne en gelukkige jaren toe. En ik hoop dat wij die dan ook nog mogen beleven. En dat we nog het een en ander voor je kunnen doen. Even liefs, familie.